Nou, als ik voor mezelf spreek, ik vind Baden-Kommen zo fantastisch. Ik ga net zo lang door totdat het er is. En ik heb nog iemand die dat zal doen. En dat is Alexander de Roo. Hij heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw het Bien opgericht met nog een aantal anderen. Toen heette dat Basic Income European Network. Inmiddels is het een Earth Network. Al 40 jaar is deze man bezig bijna met rondom het basisinkomen. Alexander, hoe dichtbij zijn we? Hoi allemaal. We zijn heel dichtbij. In Duitsland krijgen 120 mensen een basisinkomen privé gefinancierd. Er zijn 2 miljoen Duitsers die in aanmerking willen komen. Zo leeft het. Vandaag, op deze dag, wordt er in 40 steden wereldwijd gedemonstreerd voor het basisinkomen. De regerende partij in Canada van meneer Trudeau gaat in november bespreken of ze het in hun programma gaan zetten. Het gaat vooruit. We hebben genoeg gehoord over de verkiezingen. Ik denk dat er zo langzamerhand echt wat aan het veranderen is. Ik heb gehoord dat de VVD overweegt om ook à la D66 een soort negatieve inkomstenbelasting in te gaan zetten in hun programma. Een soort basisinkomen van rechts noemen dat ik altijd. Als dat gebeurt, dan gaat het echt gebeuren. Het gaat ook gebeuren als D66 en GroenLinks samen eraan vasthouden. Het gaat ook gebeuren als de minderheid in de PvdA eindelijk een meerderheid wordt. En als het aan de leden ligt, dan gaat het gebeuren. Ruim 50% van de kiezers van de PvdA die willen een basisinkomen. Slechts een kwart is er tegen. Dat gaan we Lodewijk Asscher aan zijn verstand brengen. Met jullie samen. We gaan net zo lang door tot het basisinkomen er is. Ik heb nog een jaar of 30 te gaan. Dus het gaat lukken. Het was een leuke demonstratie. Dank dat jullie allemaal kwamen. Een huishoudelijke mededeling. Graag dat jullie de tasjes meenemen naar huis waar je op staat of waar je in de buurt van staat. Dat we geen afval achterlaten. We gaan net zo lang door tot het lukt. En deze verkiezingen gaan echt spannend worden. Dank jullie allemaal en wel thuis.